Hallo allemaal. En zo kijken naar een nieuwe video op je kanaal Crypto instituut Het is vandaag maandag 30 januari en in deze video spreek ik een prijsdate over Bitcoin. we gedoe beginnen ze altijd eerst prijs. Deze video heb je tegenwoordig als financieel advies. En is het ook kan gebruiken voor een educatieve doeleinden. Bedankt je daar eens het kanaal, om je kanaal? Wees zeker even op de abonneer knop te klikken. Laat ook zeker een duimpje omhoog achter als je deze video leuk vindt. En ben voor het geen lid van onze Discord community, tussen je zeker het linkje in de beschrijving. Als u nu begint met de wekelijks dan zien we dat Bitcoin deze nieuwe week opent op dit moment met een 4,5% daling. En daarmee ook de eerste rode week in 2023 op dit moment op de grafiek laat zien. Want zoals je ziet zijn de afgelopen 4 weken en daarmee dus de eerste 4 weken van 2023 gewoon groen verlopen voor Bitcoin. Maar natuurlijk na zo'n rally omhoog gaat er ook wel een correctie plaatsvinden. En op dit moment zien we dus dat deze aan het begin van deze week plaatsvindt. Met op dit moment dus zo'n 4,5% daling. Waardoor we op dit moment rond de koers zitten van de 22.700 dollar. Als we als eerst gaan kijken naar de ime rimmen dan zien we op de ime rimmen nog niks geks eigenlijk. We zien dat we in die rimmen nog steeds zitten. En we zijn vorige week niet verder doorgekomen richting de top van die rimmen. Die op dit moment zich bij een koers van om en bij de 25.500 dollar. En tegelijkertijd zie je het natuurlijk ook dat bij die 25.000 dollar nog een belangrijk level ligt. Daar ligt namelijk die 50 en de 200 IME. Dat is dus belangrijke levels op basis van de IMA's. En daarnaast die 25.000 dollar hebben we ook al eerder aangehaald. Dat als we daar een horizontale lijn neerzetten op dat level. Dan zie je dus dat hier ook de voorgaande high staat van augustus. En dat hierbij ook vlak die liquiditeitsophalwik staat van de maand mei. 25.000 dollar is om verschillende redenen echt een belangrijk level om te gaan doorbreken voor bitcoin. Maar op dit moment zien we dus dat we een corrigerende move in hebben gezet. En gaan we zo meteen ook verder nog kijken welke levels we dan als support tegemoet kunnen gaan zien. Als we dan verder gaan kijken op dat wekelijks tijdfreden, dan kijken we ook naar de RSI. En als we dan kijken naar die RSI, dan zie je daar ook eigenlijk niks bijzonders. Het enige wat je wel ziet gebeuren is dat we, dus door die vier goede weken, in het begin van dit jaar weer boven die 50 RSI zijn uitgekomen. De RSI uiteindelijk stop top heeft weten te zetten rond de 58,5 RSI. En op dit moment zitten we op een 55 RSI, door dus de correctie die we op dit moment aan het inzetten zijn. Maar verder niks qua divergenties op dit moment lokaal op dat wekelijks tijdframe. Dus dat ziet er allemaal in ieder geval positief uit. En daarnaast zitten we gewoon nog steeds, ook met deze correctie, gewoon in bullish territorium op basis van de RSI. Als we dan verder kijken naar resistors op dat wekelijks tijdframe. Dan kijken we naar die view datje die komt van die top die gezet is in maart. Daar is dus op dit moment de huidige bear market bodem. En als we deze Fibonacci dan uit gaan meten, dan zagen we natuurlijk vorige week dat we boven de 0236 uit wisten te komen. Ook de wisten te sluiten. Dat was boven het level van de 32.249 dollar. Maar het level hebben we helaas vandaag dus niet tot support weten te maken. Op dat wekelijks tijdframe in ieder geval. Zou we in ieder geval deze week boven 32.249 kunnen sluiten? Zou dat positief natuurlijk zijn? Dat betekent dat we het level wel weten te vasthouden op het wekelijks tijdframe. Dat we alleen maar doorheen zijn gewikt. Maar lukt dat natuurlijk niet, dan wordt het level gewoon weer resistent, zoals het ook twee weken geleden was. Waar we nog dat level dus als resistent tegemoet zagen, nadat we dus vorige weken wel erheen wisten te breken. Maar we weer het verliezen het level dus weer helaas als support zijnde. Breken we het eigenlijk toch verder door naar boven. Dan kijk ik door naar die 0382 bij de 28.035 dollar. Als we nu verder gaan inzoomen gaan we door naar het dagelijks tijdframe. En op dat dagelijks tijdframe zien we voor Bitcoin natuurlijk dus nu die iets stevige rode candle. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat als we eerst gaan kijken naar de RSI. Dat we natuurlijk hier een dubbele persivigentie zien staan. De top van de RSI die wordt gezet rond de 88 RSI op de 14e van deze maand. En daarna zie je dus dat wij de koers nog twee keer overduidelijk hoger gaan sluiten. Maar die RSI weet maar niet hoger te komen. Dus daardoor heb je op dit moment te maken met een dubbele persdivergentie op dat dagelijks tijdframe. Die er op dit moment ook voor zorgt met deze correctie dat we weer terug in het Poenisch gebied komen. En dus het overbouwd gebied ook wel lijken te gaan verlaten op dat dagelijkse tijdframe op de RSI. Dat we daar toch wel een poosje hebben doorgebracht, zo'n kleine 14 dagen. Dus het is niet gek dat we een correctie daarvanuit ook op dit moment krijgen op basis van de RSI. Omdat we dus echt wel een tijdje in overbouwd gebied zitten. En dus te maken hebben met die dubbele persievergentie. Die op dit moment wat kracht lijkt te gaan geven in deze correctie. Als we dan verder gaan kijken op dat daar is tijdscherm. Kijken we natuurlijk ook naar die IMA-ribbon. En dan zien we dat we deze op dit moment nog niet eens als support aan het zoeken zijn. Dat nu nog eventjes voordat we ons daad, daadwerkelijk gaan melden. Deze ligt dadelijk op dit moment bij een koers van ongeveer de 11.750 dollar. En op dit moment door tot de koers van 19.700 dollar. Vallen daar uiteindelijk onder, dan heb je de 100 IME nog bij ongeveer een koers van de 19.300 dollar waar we support kunnen vinden. En aan de bovenkant van de ribben, vlakbij het level van de 11.200 dollar, ligt die 200 IME op het dagelijks tijdframe. Dus op het dagelijks tijdframe geldt op dit moment gewoon nog steeds dat alle IME's in ieder geval support zijn. En dat we deze dus ook nog als support kunnen gaan testen mochten we nog verder omlaag gaan komen. Als we dan al verder gaan kijken op basis van de Fibonacci naar support en resistance op het dagelijks tijdframe... Dan kijk je voor de resistors op het grotere plaatje, natuurlijk voor die top die gezet is in augustus. Daar, dus de bear market bodem van november. En als we deze vibratie uitbeten, dan zagen we dat door die 07, 0,786 wist heen te komen uiteindelijk. Dat we toch wel een aantal keer erop afgeremd uh, werden. Gisteren worden ze dus bovenuit gepumpt met dus een zondagpump. En vaak zie je dus dan een maandagdump. Dat zien we op dit moment dus ook letterlijk weer uitspelen. Maar het gaat er dus om dat die 0706 een level is geweest waar we echt moeilijk doorheen kwamen bij die 30.112 dollar. Nou, dat is het eigenlijk dus wel gelukt. Maar we hebben het level dus helaas niet op dit moment tot support weten te flippen. Kunnen natuurlijk nog steeds weer terug boven gaan sluiten. Dat zou erg positief zijn. Dat zijn we alleen maar er doorheen gewikt. Maar op dit moment lijken we dus dat level alweer te gaan verliezen als supportzijde. En zal het level natuurlijk weer resistance gaan worden. Breken we deze dus uiteindelijk dan kijk je dus naar die top bij de 50.200 dollar van augustus. En daarna E236 27.500 dollar en daarna de E618 bij de 31.237 dollar. Kijken we een stukje lokale dan kijk je natuurlijk naar die top die hier gezet is voor de FTX crash. Daar dus de bodem van de bear market en daarmee ook eigenlijk de bodem van de FTX crash. Dan zie je dus dat we door deze E236 weer steeds heen te komen bij de 20.864 dollar. Hierbij geldt ook hetzelfde: dit level weet we op dit moment helaas niet tot support te behouden. We hebben natuurlijk nog wel eventjes op het de tijd om dat level weer als support terug te gaan zien. Als we boven sluiten, is dat level nog steeds een support. En zijn er alleen maar eventjes kortstondig doorheen gewerkt. Maar op dit moment zitten we dus onder en lijken we dit level ook weer te gaan verliezen. Lukt het eigenlijk om het uit te spelen, even boven toe door te breken? Dat is dus hier ook een eindlevel, de E618, bij die 50.000 dollar. In dit geval de 50.159 dollar. Als we dan kijken naar de support, dan weet je op dit moment dus een vierde uit die komt vanuit die Bear Market Bodem van november. Daar op dit moment dus de huidige top bij de 24.000 dollar van gisteren. Dan zien we dat de 0236 bij de 21.971 dollar ligt. 0.382, 20.733, 0.5, 19.732 en de golden pocket bij de 18.731 tot en met 18.460 dollar. En mochten we echt nog dieper gaan 0.786, 17.306 en daarna dus de bear market op dit moment bij de 15.491 dollar. Als we daarnaast op basis van pure prijsactie nog kijken naar belangrijke support levels voor Bitcoin, dan beginnen we op dit moment gewoon vanuit bovenaan met kijken. En het eerste level wat we weer tegen kunnen gaan komen, mochten we nog wat dieper gaan, is wel het level van de 20.300 dollar. 20.300 dollar is een level wat we tot support hebben weten te maken. Na dus de pub die we hier kregen op de 20ste van deze maand, daarna hebben we dus continu het level als support gehertest. En vanuit daar dus verder nog een klein beetje naar boven toe gaat. Richting die 24.000. Dus dat is al het eerste level waar we naar kijken als support zijnde. Daarmee zijn dus ook hier een keer de high van september. Op basis van Canon Bodies In principe zie je ook hier wel dat in de maand juli, augustus, ook al dat level wel wat support en resistance is gevonden. Dus het is niet gek dat daar de koers natuurlijk zijn eerste support level op dit moment zou kunnen gaan vinden. Vallen we uiteindelijk daar toch doorheen, dan kom je eigenlijk in een gebied terecht wat het blok voort van mid-januari. En dat ligt eigenlijk tussen de high van de 20ste ongeveer, of het is de 18e, bij de 21.670 dollar. En dat loopt dan eigenlijk door tot en met de onderkant van deze zone. En daarmee dus ook de support van 18 januari bij de 20.356 dollar. Dat is dan eigenlijk de volgende range waar we naar door kijken als support. Scène. Mochten we dus dat level van die 20.300 dollar niet tot support weten te houden, vallen we uiteindelijk toch nog door deze range heen, dan is het volgende level best wel weer dichtbij. Dat ligt daar op de 20.000 dollar rond. 20.000 dollar rond hebben we ook al vaak besproken. Psychologische prijsniveaus zijn gewoon vaak heel erg belangrijk voor Bitcoin, maar ook voor een heleboel andere crypto's. En hierbij zie je ook dat in het verleden gewoon die 20.000 dollar ook zeker een belangrijke rol heeft gespeeld. Dus dat dan het volgende level waar we nog naar door gaan kijken. Mochten we het eigenlijk nog dieper vallen zijn er nog twee levels waar je naar kan gaan kijken. Dat is het level van de 19.000 dollar. Op het dagelijks tijdframe zie je niet zozeer echt duidelijk waarom dit level zo belangrijk is. Wel zie je dat in het verleden van de afgelopen maanden dit level regelmatig support is geweest. Maar zometeen op het vierde tijdsframe. Dan zou ik het level zo even laten staan. Zie je dat er ook kortstondig bij die 19.000 zijn gepauzeerd in deze rally naar boven toe. En vallen uiteindelijk toch nog door die 19.000 heen. Dat is het laatste level waar we echt support willen vinden. Wel deze high, die dus vlak bij die 18.400 dollar ligt. De high van december. Die willen dan echt wel tot support gaan bouwen. Want zoals je ziet staan daar ook weer gewoon de loons van de afgelopen maanden. Tussen juni tot en met eigenlijk oktober. Nadat we dus uiteindelijk in november onder de zijn geschoten. Dus, dit zijn op basis van prijsactie echt gewoon belangrijke levels voor Bitcoin om vasthouden. En het begint dus allemaal bij die 20.300 dollar. Want als we even op het 4-uur tijdscherm gaan kijken. dan zie je hier dus overduidelijk dat die levels ook op het 4-uur tijdscherm echt wel duidelijk zichtbaar zijn. 20.300 zie je al dat we deze al een aantal keer tot support hebben getest. En dat dit met een langzaam maar zeker naartoe gaat bewegen. Vanuit het dan kom je dus in die range die we hier net al bespraken tussen 21.670 en 20.356. Vallen we daardoor heen, dan kan je dus door naar die 20k rond. Een level wat we best wel makkelijk hebben weten te gainen uh, in de weg naar boven toe. Maar ook in het verleden zie je gewoon op het vierde tijdframe dat het wel met enige regelmaat een belangrijk leveltje tot support en resistance is geweest. En daarna dus bij die 19k zie je dus dat we hier wat storing kortstondig hebben onder volop het 4 uur tijdsframe. En daarna dus die high van december bij de 18.400 dollar. deze zijn in ieder geval de belangrijke levels die je voor Bitcoin op dit moment op dat dagelijks tijdsframe en dus ook op het 4 uur tijdsframe op basis van prijsactie in de gaten moet gaan houden. Als support mochten we dus nog dieper gaan. Als we deze navels eventjes weer verwijderen. Dan kijken we het vier tijdframe. Ook nog eventjes wat we daar kunnen zien. Kijk naar die RSI. Zie je bij gewoon hetzelfde als op het dagelijks tijdframe. Dubbele bergefentie. En op dit moment zien we wel dat we hier ook onder de 50 RSI zitten. En deze ook weer als resistors hebben gehertest. Dus dat is wel een negatief iets. We zijn op dit moment dus gewoon bevestigd dat we in dat bergsgebied op de RSI zitten. Dus dat is wel zonde. Want zoals je zag, was de 50 RSI over de afgelopen week. Best wel een mooi support voor Bitcoin. Dus dat is wel heel erg jammer dat we deze niet hebben weten vast te houden. En op dit moment dus weer als geziste tegemoet kunnen gaan zien. Tegelijkertijd zie je op dit moment natuurlijk wel dat de RSI stevig aan het afkoelen is. Terwijl het bij de koers toch een beetje tegenvalt. Ten opzichte van natuurlijk de logs die we hier zien staan. Maar het heeft alles te maken met die divergenties Die we zo overduidelijk hebben aangemaakt op het vierde hour En die hebben op dit moment ook echt wel de prioriteit dat die aan het uitspelen zijn. Dus deze hele boelingsdivergenties, ze staan er op dit moment wel. Maar op dit moment lijkt er voornamelijk om te gaan dat die persdivergenties dus hun kracht bijzetten. Die we dus zien op het dagelijks tijdsframe, maar ook dus overduidelijk op het 4 uur tijdsframe. Als we ook nog kijken naar de RSI op het 4 uur tijdsframe. Uh, die we net hebben bekeken, de IME ribben. Dan zie je dat we deze ook alweer als gesisters hebben gehertest. In ieder geval de top. En op dit moment doen we hetzelfde bij de onderkant. Dus hierbij zie je hetzelfde als bij de RSI. Is een lange tijd support. Vanaf de bovenkant van de ribben zie je vaak op de 4 uur tijdsframe. Vallen eronder meteen de hertest en verder down. En hierbij zie je dus ook hetzelfde moment gebeuren aan de onderkant. Op dit moment is het belangrijk dat we terug gaan sluiten boven 20.800 dollar. En, $20 en dan kunnen we weer doorzetten richting die 23.200 dollar. Waar op dit moment de top van de IME ribben ligt. Lukt het niet om die 20.800 dollar te gaan hergainen. Dan kijk ik dus al snel door op basis van de IMB's richting de 22.000 dollar. Waar dus die 100 IMB ligt. En daarna, mochten we nog dieper gaan op het 4-uur tijdscherm, heb je ook nog altijd de 200 IMB. Bij een koers van de 20.550. Wat dus op basis van de is de laatste support op het 4-uur is waar we naar gaan kijken. En kijken op dit moment op het 4-uur tijdscherm nog daar een lokalere Fibonacci. Dan kan je deze natuurlijk uitmeten die komt vanuit de bodem die hier gezet is in die range van midden januari. Daar dus de top van gisteren. En als we deze Fibonacci dan uitmeten dan zie je op dit moment dat we erg mooi de steun weten vinden op die 0.382 bij 20.595 dollar. Schieten we daar nog een 0.5, 20.174. Daarna de golden pocket tussen de 30.754 en de 30.640. Daarna 0.786, 30.156. Daarna dus de bodem van die range, 20.393 dollar. En mocht dus dieper gaan, 1.236, 19.553 en daarna de A618 bij de 18.192 dollar. Al met al, op dit moment is het niet gek dat we voor Bitcoin een corrigerende move zien. En natuurlijk ook voor de altcoins. Altcoins hebben best wel een mooie run gehad in deze maand januari. Dus dan is het niet gek dat we een correctie gaan zien. Daarnaast ook voor Bitcoin is gewoon het merendeel van de dagen ruim twee derde is gewoon de goede dag geweest in januari. Dus het is echt niet gek dat we op dit moment een corrigerende move zien. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met die persdivergenties, die op dit moment hun kracht lijken bij te zetten. Maar ik luister met de gaten, houden, hebben we hebben net natuurlijk al aangeduid: 22.300 dollar en daarna dus die 1600 dollar tot en met de. 20.400 dollar. En mochten we toch weer de weg er boven toe in gaan slaan, dan is echt een belangrijk level wat we dus willen gaan kennen Die 25.000 dollar. Maar als eerste kijk ik nog echt wel dan weer naar die 24.000 dollar. Dat was het voor deze video. Nogmaals, vond je het leuk, let dan zeker een duimpje omhoog achter. Ben je niet dit YouTube kanaal. Doe zeker door die abonneer knop te klikken. En ben gelid volgens deze je gelid voor ons Discord Community. zeker moet zeker het linkje in de beschrijving. En speculeer spreek je weer bij de volgende video. En wens jullie nog een hele fijne maandagavond toe. Tot de volgende keer.